dan het grootste pokertoernooi ter wereld, de World Series of Poker in Las Vegas. Jorrit van Hoofd uit Eindhoven, die deed eraan mee, maar hij is uitgeschakeld. Hij begon met de beste uitgangspositie, maar zakte na twee grote verliezen terug. Hij is derde geworden. En op de redactie is collega Hessel Rippe. Ja, Hessel, het ging zo goed, hè? Maar waar lag het aan? Het ging fantastisch, Mart. De finale tafel besloeg 2 dagen. En gisteren kwam Jorrit van Hoofd daar als allersterkste uit de bus, waardoor hij vandaag bij de laatste 3 mocht beginnen. Maar ja, dat is ook poker. Hij verloor 2 grote potten en de derde werd hem fataal. Ja, is het een kwestie van geluk dan wat hij dan misloopt? Poker blijft ook altijd een factor geluk en dat merkte je vandaag ook. Hij kreeg niet precies de goede kaarten, hij kon niet zijn spel spelen en ondanks dat hij zelf zegt zijn spel te hebben kunnen spelen, hadden zijn tegenstanders iets betere kaarten. Ja, nu is hij dus derde geworden. Gaat hij dan met lege handen naar huis? Nee. Behalve de enorme eer, want vergeet niet, hij heeft 6500 spelers uitgeschakeld om hier überhaupt te komen. Wint hij ook nog eens een keer een leuke 3 miljoen euro. Kijk, dat is leuk, zo'n spelletje. Dankjewel, Hessel Rippen vanaf onze redactie.